Hey Frans, wacht eens even voordat je de winkel instuit. Oh. Frans Cassander, elke keer als ik op de Woonboulevard kom ik jou tegen. Ja, de ene keer bij de Praxis, de andere keer bij de Kawaii. Nu staan we in de Quantum. Maar hoe zit dat bij jou? Want je vertelt wel eens dat je klust, maar de ene keer was je bezig met een serre in je tuin. Ja, dat klopt. Ik ben dat aan gaan gewoon heel de winter gereed te maken om te relaxen. Ja, precies. Dus zodoende. Dus ik ben nu in deze dagen kan ik dat netjes. Ja, maar nu was je ook met een badkamer weer bezig geweest? Ja, badkamer bezig geweest. Dus ik zoek eigenlijk hier zo bij de Quantum een leuk zitje om eens onder de staande stoordouche te gaan zitten. Ja. Jij bent een zittende douche. Relax. Ja, dat is het. Maar jij bent eigenlijk wel een vaste klant van de Woonboulevard. Ja, zonder meer. En jij woont hier ook vlakbij, toch? Zonder meer, want ik woon een paar straten verder. Dus het is allemaal heel makkelijk. Dus ik hoef eigenlijk helemaal niet eens de stad in. Nee. Dus ik heb hier eigenlijk alles bij de hand. Ja, nou, dat is heel goed. En dan gaan we eens kijken of jij kan vinden wat je zoekt. Ja, dat ga ik nou eens doen, ja. Heel leuk. Nou ja, ze hebben genoeg hier zo. Tafel beneden wel even. Een tafeltje, een kunststof tafeltje. Nou, een tafeltje niet, maar een zitje. Heb je dat, een kunststof zitje? Zou ik misschien dat wat met de thuisspullen binnen gaat komen. Dus dat krijgen we nu. Deze week krijgen we dat gefaseerd binnen. Okay. Dus ik denk over een week of twee dat we daar alles van binnen hebben. Nou prima, dan hoef ik niet meer verder te zoeken. Wat is dan nu je plan de campagne? Nou, de plan de campagne is kijken wat Blokker aan tuinmeubelen heeft. Ja, en dat is natuurlijk een tuinspeciaalzaak. Tuinspeciaalzaak. Misschien hebben ze daar wel wat in het kunststof. En is het dan ook heel gek gedacht de winkels die hier in badkamers en zo doen, hebben die dat soort dingen niet? Dat zou ik kunnen vragen, maar daar ben ik nog niet langs geweest. Nee. Dus... Nou, ik ga je gewoon even volgen. Ik ben benieuwd waar je naartoe gaat nu. Ja, dat is goed. Oké. Even lekker zitten. Is maar een klein zetje natuurlijk. Ja, zo'n klein product. En liefst nog iets kleiner. Ja. Wat ik denk dat het bedoelt, je hebt van die hele ondiepe van kunststof, ja. Maar die verkopen ze bij de Medipoint, de thuiszorgwinkel. Die ondiepe. En die kan ook in hoogte en stelbaar. Ja. Hebben wij hier niet in de winkel. Nee. Ik heb wel deze ook met een designclub. Dat is een bepaald merk. Ja. Komt dit in de buurt van wat je zoekt? Ja, zoietsje. Maar nu gaan we naar Jysk of Jysk? Ja, eigenlijk moet je zeggen Jysk volgens mij in het Zweeds. Ja, Zweeds. Ken jij Zweeds? Ik niet. Joho. Oh, joho. Tellen we het toch, hè? Maar zo was het, man. Ja. Kijk hoe zit, hè? Ja, dat bedoel ik. Kijk, hier heb je mijn kunststof. Die moet je hebben, maar die is denk ik voor interne gebruik. Ja. Ja, dat is ideaal dit. Dat is ideaal. Ja, dat is perfect. Dit is hem. Moet je vragen of ze hem verkopen? Ja. Kost dat? Ja. Ga ik even vragen. Ja, dat is het. Nou, maar het hoeft niet te zijn dat het... Je kan overal neerzetten natuurlijk. Het gaat er dus om iets dat van kunststof is, maar... Niet te groot. Maar het is toch vrij lastig, Frans. Eigenlijk is het heel simpel, maar ook weer lastig. Wat ga je nu doen dan? Ik denk dan maar naar de bouwmarkt gaan kijken. Achterin? Nou. Achterin. Nou, dus... Dan heb ik gewoon weer mee hoor. Ja, dankjewel. Ja, Teukje onderweg. Ja hoor. Hier slaag je, zegt hij. Hier moeten we slagen. Heb je wat? Heb eens. Wat is het? Inklapbaar. Inklapbaar. Ja, is dat wat je zoekt? Ja, van kunststof. Easy step, folding stoel. Ja. Dus dan heeft die Westkampelaars toch gelijk. Hier slaag je. Hier slaag je. En wat kost je nou?
14,95. Dat is geen geld ook, hè? Nee, dat dus, kunnen we het voldoen. Dus een paar, moet je er niet twee mee nemen, eentje voor op vakantie? Nou, nee. Dan moet ik mijn douche meenemen. Oh, dat is mooi, man. Maar hebben ze. Maar Frans, heb je in de afgelopen maanden heb je veel gekocht eigenlijk hier op de... Want je komt hier graag, maar koop je ook vaak dingen? Heel veel. Ja? Heel veel. Allemaal hier in de Martieren. Hallo. Ja, ik heb geduld. En we zijn alle winkels een beetje afgegaan voor een krukje voor onder de douche. Hij heeft het hier gevonden, dus dat is goed, hè? Gelijk een praxis komen, hè? Ja. Dat is het. Ja, dat is goed. Ja, ik heb een nummertje. Een piertje. Kijk, mijn piertje. Heb je ook wel op het gewicht gelet wat hij kan hebben, Frans? Ja, dat heb ik gedaan. 150 kilo. Oh, dat gaat net, hè? Dat gaat net. Daar gaat ik zelfs nog niet. Oké, bedankt. Tot ziens.